Goeiedag lieve mensen, ik heb vandaag 3 kaartjes getrokken, dus voor de energie rond de nieuwe maan in de weegschaal op 14 oktober. En ik heb dit gedaan uit dit deck, Manifesteren met de maan van Jasmine Boland. En ik heb dus 3 kaartjes voor jullie getrokken die ik zo dadelijk met jullie ga bespreken. En ja, waar dus de weegschaal voor staat, dat is dus vooral voor harmonie en de relaties met andere mensen. Dus ja, er wordt dus gezocht naar evenwicht en harmonie. Dat is dus typerend voor het sterrenbeeld weegschaal. Het eerste kaartje dat ik voor jullie trok is dit kaartje. Dus de volle maan in steenbok. En er staat dus op, doe een reality check. Ja. Dus ja, eerst en vooral wordt er met deze kaart gevraagd om te stoppen met je zorgen te maken. Want er is waarschijnlijk een bepaalde situatie in je leven waar jij je heel veel zorgen over maakt. Piekeren en je zorgen maken, dat zal je nergens brengen. Integendeel, het zorgt ervoor dat je hoofd vol zit en zo kun je dus geen oplossingen vinden of ook geen boodschappen doorkrijgen. Dus het is echt wel nodig dat je je zorgen loslaat. Ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is, want ja, wanneer we met iets bezig zijn of wanneer we ons zorgen maken, dan denken we daar voortdurend aan. Maar het is dus ook belangrijk om wat afleiding te zoeken, zodat we niet voortdurend ja, echt wel met dat probleem bezig zijn. Zo zullen er ook gemakkelijker oplossingen komen en zul je ook je intuïtie beter horen en de boodschappen van de engelen die je dus willen proberen te helpen. In plaats van je zorgen te maken, is het beter om te bidden en om hulp te vragen. Dus elke keer dat je je probeert zorgen te maken of dat je bezig bent met je zorgen te maken zonder dat je het zelf echt beseft, dan is het beter dat je dus ja, op dat moment stopt. Wanneer je dat realiseert dat je aan het piekeren bent, dat je op dat moment stopt en in plaats daarvan hulp vraagt. Dat is ja, heel wat beter eigenlijk dan je zorgen maken. En ja, dus deze kaart wijst er ook op dat je dus ja, met bepaalde uitdagingen te maken hebt of met bepaalde problemen. En ja, dat kan dus een aanwijzing zijn dat je dus ja, misschien een ander pad mag bewandelen. Of dat je dus ja, informatie mag opzoeken. Ja, waardoor je dus ja, tot een probleemoplossend scenario komt eigenlijk. Dat je echt wel gaat gaan zoeken in plaats van je zorgen te maken. Ga hulp gaan zoeken. Vraag hulp aan de engelen. Zoek informatie op. Praat met mensen die je kunnen helpen hierin. Dus ja, stop dat piekeren en ga tot actie over om echt wel tot een oplossing te komen. Maar vergeet zeker geen hulp te vragen aan die engelen eigenlijk. Heel mooi. Het tweede kaartje is deze. Eerste kwartier in weegschaal. Houd je hart open. Dus het kan zijn, en waarschijnlijk gaat deze situatie daar, gaat deze eerste kaart waarin ik sprak over een bepaalde situatie, gaat dit ook hierover. Je bent waarschijnlijk veel te veel gehecht aan een bepaald persoon of aan een bepaalde situatie. En daardoor, ja, lijkt het een beetje, ik ga niet zeggen dat het een obsessie is, maar ja, je bent er voortdurend mee bezig. En ja, dat kan verstikkend werken, zowel voor de ander als voor eigenlijk de situatie waar je mee bezig bent. Wanneer je te veel focust op een bepaalde situatie of op een bepaald probleem, ja, dan zie je het niet meer. Dan zit je zodanig in je emoties. Ja, dat je het gewoon niet, de oplossing niet meer kunt zien. Wanneer het gaat over een andere persoon, ja, die ander voelt ook dat je voortdurend aan het trekken bent en dat je voortdurend bezig bent om alles goed te maken of om die persoon terug bij je te krijgen. En dat werd verstikkend. Dus ja, laat het los. Laat het gewoon los. Laat het even los
En zoek naar afleiding. Zoek naar andere dingen. Ga eens iets doen wat je graag doet. Mediteer. Doe de dingen die je plezier geven. Die eigenlijk die je eventjes van gedachten doen veranderen. Ik zie dat mijn maan omgekeerd hangt. Doe gewoon iets wat je afleiding heeft. En probeer dat probleem los te laten. Dan het derde kaartje is deze. Geloof in je eigen geluk. Dus weet dat je geluk niet afhankelijk is van een ander. Ook niet van een bepaalde situatie. Je kunt nog altijd gelukkig zijn om de kleine dingen in het leven. De glimlach van een kind. Een mooie zonsopgang of een zonsondergang. Dieren die in je tuin aanwezig zijn. Een vriendelijk woord. De raad van iemand. De hulp van iemand. Noem het maar op. Er zijn zoveel leuke dingen. Misschien ook het genieten van een lekkere maaltijd. Het brengt je allemaal geluk. Dus concentreer je daarop. En probeer te genieten van de kleine dingen. Dat is zo belangrijk. En het is ook belangrijk dat je gaat gaan kijken wat je eigenlijk gelukkig maakt. Wat je kunt gaan doen. En wat er ook belangrijk is bij deze kaart, is dat je niet overhaast actie moet nemen. Dus denk eerst eventjes na over iets dat je wil gaan doen. Of bezin eerst voor je iets zegt. Dat is ook zo belangrijk om niet overhaast actie te nemen. Niet overhaast iets te zeggen, want misschien heb je daar later spijt van. Dus bekijk het eerst eventjes. Denk er eens rustig over na. Dat is heel belangrijk. Maar wat heel belangrijk is bij deze kaart, is te weten dat jij eigenlijk verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. En ook al zit het eventjes niet mee, er zijn nog zoveel mooie dingen om dankbaar voor te zijn. Maak een dankbaarheidslijstje, schrijf op wat er wel is en focus je daarop en wees daar ook dankbaar voor. Wees dankbaar voor het mooie in je leven. Dat is eigenlijk de boodschap voor de komende nieuwe maan in weegschaal. Dus heel mooi eigenlijk. Gewoon loslaten en je eigen geluk creëren. Prachtig. En dan zullen er ook oplossingen komen. Weet als je hulp vraagt aan God en de engelen, dat ze je heel graag willen helpen. Het vraagt soms wat tijd, maar vertrouw erop dat je geholpen wordt. Zo, dit was dus de boodschap voor de energie rond de nieuwe maan in weegschaal. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. En tot de volgende keer. Dag!